Kom, Wannes. En ik kom, ogen open. Ogen open, Louis. Maakt niet uit. Ze moeten straks toch gaan werken. Ze staan met de nacht. Gaan die dan nooit naar school? Jawel, de twee kleinste wel, ja. Soms. De anderen gaan naar de fabriek. Het zijn gooiwerkers. Allemaal. En onze Louis. Louis? Die is zelfs portier op het stadhuis. Ogen dicht, meneer Pastoor. Louis, je moet opstaan. Meneer Pastoor is daar. Je gaat hem die wakker krijgen. Hij is zat. Net, hè. Louis is een bok, meneer Pastoor. S'nachts gaat hij op de rooi nu smoel kloppen. Zwijg, onnozelen. De bokken zijn smeerlappen. Wat is dat hier allemaal, zeg? Hoor ik dat hier iemand op zijn smoel moet kloppen? Als je goesting hebt om te kloppen, doet dan gelijk meneer Pastoor hier. En slaagt op uw vriend Schmidt. Die kan zijn poten niet thuis houden. Net, hè. Je spreekt niet over die dingen waar meneer Pastoor bij is. Maar ma... Schmidt is baas, kindje. Dat wil niet zeggen dat hij aan mijn lijf mag zitten. Ik wil geen woord meer horen. Schmidt is trouwens de enige die achter u gaat zitten, netteke. Of wel soms. Louis! Zeg dan nog eens. Zeg dan. Eerst het gebed. In de naam des Vaders en des Zoons. En des Heilige Geestes. Amen. Heer, zegen ons en ook deze spijzen die uw milde hand ons geeft door Christus onze Heer aan. In de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen. Kom.